Dank u wel. Ik moet eerlijk zeggen, ik was zeer vereerd toen Victor van Schijs vroeg of ik dit wilde komen doen. Ik heb van tevoren even gecheckt. Het overgrote deel van u is gewoon verzekerd bij Menses of Anderzorg en of bij de HEMA. Dus ik ga geen reclamepraatje voor Menses maken, maar ik vind het echt een heel mooi thema. En ik wil één ding van tevoren zeggen. Dit is een linkthema voor een zorgverzekeraar om over te praten. Dat is echt een linkthema. Want iedereen denkt altijd, ja, die kijken alleen maar naar geld. En daar wou ik toch iets van weghalen, want wij gaan natuurlijk over uw premiegeld. Maar wij hebben ook een grote verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van uw zorg. En dat gaat hand in hand. Ja, in de krant doen we wel eens een ander beeld op. Dan zeggen de dokters, ja, die verzekeraars komen alleen maar over geld praten. En dan zeg ik tegen de dokters, het wordt tijd dat jullie naast kwaliteit ook eens over geld gaan praten. En niet alleen privé, maar gewoon vanuit gezamenlijke betrokkenheid. En ik dacht, dit moet ik even van tevoren melden. Dus ik ga niet in op hoe geweldig wij al innoveren met 8000 verzekerden op een online platform waar we van alles al mee wisselen. Ik ga ook niet zeggen dat we ontzettend trots zijn dat we een nauwe samenwerking met de UT hebben. En dat we een hele intensieve samenwerking met de gemeentes hebben in Twente. Ik ga echt over dit onderwerp wat zeggen. In 1932 verscheen Brave New World van Aldous Huxley. Voor de ouderen onder ons bekende kost. Het was de tijd van de industriële revolutie en Huxley vreesde voor de invloed van nieuwe technologische ontwikkelingen op het individu. Als waarschuwing beschreef hij in zijn boek een wereld van technologie en rationalisme. In Brave New World worden nieuwe mensen uitgebroed in laboratoria. Embryo's worden gemanipuleerd om te passen in een bepaalde stand of kasten. Traditionele waarden als liefde, gezinsleven, kunst en godsdienst bestaan niet langer. De vrij verkrijgbare drug Soma geeft een gevoel van gelukzaligheid. En mensen die geen Soma willen gebruiken, worden niet begrepen. Zat Huxley er ver naast met zijn toekomstbeeld? Dat valt te bezien. Vanochtend in het nieuws. Zijn onze antidepressiva niet bijna het nieuwe Soma? Zijn hedendaagse voortplantingstechnologieën en genetische selectie onze manieren om betere kinderen te creëren? Huxley had zeker gelijk met zijn constatering dat medisch-technologische ontwikkelingen een grote invloed zouden hebben op de mens. Maar dat is wel vooral in positieve zin. De riolering, schoon drinkwater, penicilline, vaccins, orgaantransplantatie, genetisch onderzoek, CT-scan, MRI, vele andere ontwikkelingen hebben immers vele mensenlevens gered. We zijn gezonder en we leven langer. Toch nog even om dat te illustreren. De levensverwachting bij geboorte voor mannen is in de periode 1950-2012 met bijna 12,6% toegenomen. Van 70,3 jaar gemiddeld tot 79,1 jaar gemiddeld. En voor vrouwen is het met 14,1% toegenomen. Van 72,6 tot 82,8 jaar. En ook de toekomst, Victor van der Schijs zei het al, ziet er veelbelovend uit. We zien medisch-technologische ontwikkelingen zoals genomics, tissue re-engineering, regenerative medicine en nanomedicine. Gecombineerd met technologische ontwikkelingen op het gebied van intelligent devices, Maarten den Braber heeft er net een paar mooie laten zien, home diagnostics, telemedicine en imaging. Allemaal gewoon Nederlandse woorden voor de nieuwe wereld. Die krachtige combinatie opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden. Het is een wereld waarin grenzen vervagen. Ik noem drie grenzen. De grens tussen genezen en verbeteren. De grens tussen mens en techniek. En de grens tussen leven en dood. Ik ga erop in. De eerste, de grens tussen genezen en verbeteren. Genezen is een kunde. Vanuit die kunde doet een arts, geleid door de eed van Hippocrates, alles wat in zijn medische macht ligt om een mensenleven te redden. Volgens de in 2003 vernieuwde eed betekent dit zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Maar genezen is ook een kunst. De kunst om te kijken naar de mens achter de patiënt. Naar de zieke in plaats van naar de ziekte. De mens als geheel en zijn kwaliteit van leven. Inmiddels wordt de medische wetenschap niet alleen aangewend om mensen te genezen, maar ook om mensen te verbeteren. De grens tussen genezen en verbeteren vervaagt. We spreken over human enhancement en de maakbare mens.
Medicijnen en behandelingen die zijn ontwikkeld voor een ziektebeeld voor ogen worden ook gebruikt door gezonde mensen om zichzelf te verbeteren. De spierverslapper Botox wordt gebruikt om rimpels te verwijderen. En Ritalin, tegen ADHD ontwikkeld, wordt nu door heel veel studenten ook aan deze universiteit gebruikt voor een betere concentratie en een hogere slagingskans bij tentamens. Neem ook Deep Brain Stimulation. Tegenwoordig vergoed uit het basispakket. Deep Brain Stimulation wordt toegepast voor onder meer Parkinson, epilepsie, het syndroom van Gilles de la Tourette enzovoort. En met goed resultaat, en dat is natuurlijk geweldig voor deze patiënten. Het nadeel is alleen, Deep Brain Stimulation werkt niet alleen specifiek op de stoornis, het werkt ook, zoals ze dat in de medische termen noemen, globaal. Het gevolg is dat patiënten zich soms heel anders gaan gedragen. Ze gaan nieuwe relaties aan, zijn impulsief bij grote aankopen, hun smaak voor kunst of eten verandert. En dat roept de vraag op, als Deep Brain Stimulation gedrag zo kan beïnvloeden, wat zijn dan de andere mogelijkheden? Kun je bijvoorbeeld het gedrag van TBS'ers beïnvloeden met Deep Brain Stimulation? Willen en mogen we daar dan toe overgaan om zo een long stay binnen de TBS-inrichting te voorkomen of te bekorten? Kun je bepaalde hersengebieden prikkelen, platleggen of misschien zelfs wissen? Kun je gedachten lezen? En wat als die technologie in handen valt van de verkeerde mensen? Als je die denklijn doortrekt, dan zit je zo in een andere dystopie, 1984. Big Brother is watching you. Dan kom ik op de grens tussen genezen en verbeteren, dat die ook vervaagt als we kijken naar preventie. Want naast zieke mensen laten ook mensen zonder klachten zich behandelen. Technieken die zijn ontwikkeld om aandoeningen in kaart te brengen, zoals scans, worden door gezonde mensen gebruikt om ziektes preventief te laten behandelen. Zo kun je door een commercieel bedrijf je genomen in kaart laten brengen. Je krijgt dan een genenpaspoort. Ook schijnt het binnen enkele jaren mogelijk te zijn het gehele genetische patroon van pasgeboren baby's af te leiden uit de druppel bloed van de hielprik. Het idee van het genenpaspoort is dat zieke mensen aan de hand van hun genetisch profiel kunnen bepalen welke en hoeveel medicijnen het beste zullen aanslaan. Maar er zijn ook gezonde mensen die dit genenpaspoort willen. Ze kunnen dan hun kans op bepaalde ziektes aflezen ten opzichte van het gemiddelde. Dat kan betekenen dat je erger kunt voorkomen omdat je er vroeg bij bent. Mooi. Maar wat als blijkt dat je opeens 50% kans hebt op een bepaalde ziekte? Wat doe je dan met die wetenschap? Alleen al van dat dilemma kun je ziek worden. Overigens, bij erfelijke ziektes weten we die verhoogde kans nu al, denk aan borstkanker net genoemd en de ziekte van Huntington. Leidt al dat meten en weten ook niet tot onnodige medicalisering? En gaat er ook echt een preventieve werking van uit? Want als je bloeddruk heel hoog is, laat je de drank misschien staan. Maar als je bloeddruk goed is, bij mij is dat het geval, dan kan het ook een vrijbrief zijn om lekker door te drinken. Datzelfde kan tot op zekere hoogte ook gelden voor het verhaal over Quantified Self dat we net gehoord hebben. Maakt al die kennis gelukkig? Is een Quantified Self ook een Qualified Self? Er is een app die elke dag aangeeft hoe lang je nog te leven hebt. De app heet Days of Life. Gebaseerd op de gegevens van de World Health Organization. Voor jouw leeftijd, jouw geslacht en het land waar je woont. Dat is Quantified Self in zijn meest gereduceerde vorm. Word je daar gelukkig van? Unresting death, a whole day nearer now, zoals Larkin het omschrijft in zijn gedicht Obade. Wel heeft de app één geruststellende feature voor de oudere gebruiker. Als het invoeren van jouw gegevens leidt tot de conclusie dat je al dood had moeten zijn, krijg je van de app 10 extra levensjaren bij. Ik zou zeggen, dat is nog eens customer service. En dan het kostenaspect. In de Volkskrant van 10 mei, zullen misschien velen van u gezien hebben, stond een artikel over de bodyscanners in Duitsland. Hier bestaan geen restricties voor privéklinieken die de MRI-scanner inzetten voor preventieve diagnostiek. Veel artsen vrezen dat deze medische APK tot overdiagnostiek en overbehandeling leidt. De praktijk in Duitsland lijkt dit te ondersteunen.
Uit Duits onderzoek blijkt dat bij 36,2% van de onderzochte mensen iets werd gevonden. En bij slechts 6% was de afwijking kwaadaardig. En daar kun je nog iets anders bij afvragen. Was het bij deze afwijking ook echt nuttig dat je er vroeg bij was? De Volkskrant noemt er een onderzoek van Lucas Stolpers in AMC. Hij stelt dat elke gescande persoon gemiddeld €400 kost aan vervolgonderzoek. Overigens blijkt in Duitsland dat de belangstelling voor de scan best wel tegenvalt. Jaarlijks zo'n 10.000 scans op 81 miljoen mensen. Maar goed, de scan moet daar dan ook gewoon zelf betaald worden. Maar wat als dat de zorgverzekeraar moet gaan doen? En dat is er nog iets. Maarten zei er al iets over. Want als al jouw gegevens, al jouw medische gegevens bekend zijn, wat is dan het risico dat jouw genenpaspoort of de uitkomst van jouw total body scan op straat komt te liggen? Een werkgever of een verzekeraar wijst je af omdat je een grote kans hebt om ziek te worden. Of een werkgever gaat zich met je gezondheid bemoeien, zoals dat gebeurt in het voorspellende boek De Cirkel van Dave Eggers. Een aanrader om te lezen. Wie heeft het boek al gelezen? Veel te weinig. Echt lezen. Want in dat boek zit nog zo'n dystopie. Alles wat gebeurt moet openbaar zijn. Alles wordt opgeslagen in de cloud en is beschikbaar voor iedereen. Het motto is privacy is diefstal. Geheimen zijn leugens. En het enge van dit verhaal is dat het technologisch gezien op dit moment eigenlijk allemaal al gewoon kan. Tweede grens, tussen mens en techniek. Grenzen vervagen, ook tussen mens en techniek. De mens wordt steeds meer machine en de machine wordt steeds menselijker. Technologie is steeds meer tussen ons, met smartphones en health apps, en is meer in ons. Denk aan de pacemaker, het gehoorapparaat, de kunstheup, en gaat over ons. Biobanken, het elektronisch patiëntendossier. En het gedraagt zich steeds meer als ons, de robot. Daarmee vervaagt ook de grens tussen natuurlijk en kunstmatig. Bij de Universiteit Twente zien we mooie voorbeelden. De ontwikkeling van technologie om borstkanker op te sporen met laserlicht en ultrageluid. Het kweken van nieuw kraakbeen met cellen van de patiënt, dat vervolgens met 3D-printer in de vorm van een knie of een heup wordt geprint. De arts wordt steeds meer technicus. Illustratief hiervoor, het is al gememoreerd dat afgestudeerden van de opleiding Technische Geneeskunde hier aan de UT een nieuwe beroepsgroep vormen die in november 2013 is opgenomen in die beroemde wet BIG, klinisch technologen. De afgestudeerden weten alles van operatierobots, MRI, endoscopen en alle andere complexe technologie waarmee artsen werken. Zij kunnen denken en werken als arts en als ingenieur. Het medische en technische raken steeds meer verweven. En daardoor is er in de gezondheidszorg ook veel meer mogelijk. Medische technologie kan enorm veel verschil maken in een mensenleven. Maar de vraag is, hoe ver ga je daarin? Hoe dichtbij mag of kan techniek komen? De Russische miljardair Dmitri Itschkov, en er zijn nog wel wat miljardairs daar, die ziet geen grenzen en startte het initiatief Evolution 2045. Tegen 2025 verwacht Itschkov de technologie te hebben ontwikkeld om het menselijk brein in een robot te implanteren. En tegen 2035 zou een mens zijn hersenen in een robot kunnen uploaden. En in 2045 zullen onze lichamen worden vervangen door hologrammen. De tijdlijn is strak, want Itschkov zelf wil nog van die techniek gebruik kunnen maken om zo onsterfelijk te worden. Maar ook de Amerikaanse uitvinder en zakenman Ray Kurzweil denkt dat binnen enkele tientallen jaren technologie en menselijke intelligentie zullen samensmelten. Parallele revoluties in genetica, nanotechnologie en robotica zullen deze ontwikkeling mogelijk maken. We worden minder afhankelijk van ons lichaam en vergroten onze denkkracht enorm. We kunnen onze hersenen koppelen aan de intelligentie van extreem krachtige computers, onze herseninhoud uploaden in een computer en op die manier kan ons ik eeuwig voortbestaan. Er is ook een andere kant. Want techniek kan ons leven verlengen, maar kan de dood ook dichterbij brengen. Neem de militair bewapende drones die de Verenigde Staten inzetten in de oorlog in Afghanistan.
Ze worden centraal bediend vanuit een controlecentrum in Nevada. Er zit geen piloot meer in het toestel. En inmiddels ontstaat er een internationaal debat om de ontwikkeling te voorkomen van robots die zelf besluiten om te gaan doden. De derde grens, die tussen leven en dood. Als hersens voortleven in een robot, vervaagt ook de laatste grens die ik noemde, de grens tussen leven en dood. We zijn collectief ook gaan geloven in een eeuwig leven voor de dood. De titel van deze lezingen uiteraard met een knipoog. Nederlanders worden gemiddeld 2 keer zo oud als 150 jaar geleden. Dankzij gentechnologie en innovatieve geneesmiddelen worden we wellicht 120 of 130 jaar oud straks. Na de Tweede Wereldoorlog, en ik durf dat te zeggen, want ik ben toch een kind van de generatie van na de Tweede Wereldoorlog, kon het geluk eigenlijk in onze samenleving niet op en werd alles beter. We waren in staat om een man op de maan te zetten en waartoe was de mensheid eigenlijk nog tot meer toe in staat. We gingen geloven dat als we de dood konden, dat we de dood zouden kunnen overwinnen. Dat is ongerijmd, want waarom zou je bang zijn voor de dood als je gelooft in de hemel? De dood werd weggestopt, verdrongen. Het eeuwig leven voor de dood diende zich aan als een ideaal. Maar is het ook een ideaal? En daarover zijn de meningen verdeeld. Globaal zijn er 2 stromingen. Bioconservatieven vinden het verlengen van de levensduur verkeerd. Zij vinden dat morele grenzen overschreden worden. Ze vrezen dehumanisering en aantasting van belangrijke menselijke waarden. Transhumanisten vinden juist dat de mens zichzelf niet alleen moet verbeteren, maar zichzelf moet overstijgen. Zij keren zich tegen het humanisme dat de mens wel centraal stelt. Ze zien onsterfelijkheid als een volgende stap in de evolutie. Omdat we de intelligentie hebben om onszelf te verbeteren tot een soort supermens, hebben we ook de plicht om dit te doen, zo stellen ze. Persoonlijk vind ik dat het verlengen van de levensduur op zichzelf geen doel moet zijn. De kwaliteit van leven komt mij een stuk belangrijker voor. Ik ben zelf opgegroeid in een katholiek nest. Opgegroeid met hel, vage vuur en hemel. In de puberteit rezen bij mij vragen en ik kwam wat losser van de kerk. Maar het is altijd zoals Den Dolaert in zijn mooie boek Het Land Achter Gods Rug schreef. Godsdienst is als picrinezuur. Het gaat nauwelijks van je handen en van je ziel krijg je het nooit af. De twijfel blijft, dus ik ben agnost. En dat kan ook niet anders als oud-voorzitter van het Humanistisch Verbond. Ik geloof in het leiden van een goed leven, individuele ontplooiing en liefde voor vooruitgangsdenken, dus voor innovatie. In mijn vorige bestaan als minister mocht ik ook het informatiebeleid in de portefeuille hebben. En ik weet nog goed dat ik toen als eerste bewindspersoon begon met publiek chatten via internet, wat toen echt ongeveer net ter wereld kwam. En de meeste collega's zaten mij allemaal waterig aan te kijken van wat gebeurt hier. Ik kon toen nog niet eens bedenken dat we Facebook en Twitter en noem alle andere leuke bijkomstigheden, maar dat we die nu alweer allemaal zouden hebben. Wij zijn echt midden in een mega-revolutie. In een mega-revolutie. Ik vind ook dat je als mens moet openstaan voor vernieuwing. Het hoort bij de mens nieuwsgierig te zijn naar het onbekende, grenzen te verleggen en te streven naar beter. Maar we moeten wel kritisch blijven. Want zo stelt de Franse filosoof Pascal Bruckner, dit streven naar beter is uitgegroeid tot een bijna dwangmatige poging gelukkig te worden. Het kwaad en het menselijk lijden zijn hoogstens een tijdelijk oponthoud, onverklaarbaar en te managen. Een pathologie van de wil, geluk als een recht. Maar hoe meer we streven naar geluk, hoe vaker de wereld weerstand biedt. Intussen kunnen we nauwelijks meer met tegenslagen omgaan en vindt ons lijden nergens troostende grond. En dus blijven we hopen op nog een behandeling of nog weer een nieuw medicijn. We hebben het doorgeschoten idee, en ik generaliseer wat, maar ik doe het expres, dat alles wat ons mankeert wel kan worden opgelost. Maar de vraag is of dat ook altijd leidt tot een menswaardige laatste levensfase. Artsen zijn gewend door te behandelen totdat de medische mogelijkheden uitgeput zijn. Zo zijn ze ook opgeleid. Het helpt daarbij zeker niet in het huidige zorgstelsel dat ze ook op basis van productie worden beloond. Voor een goed gesprek, aandacht, troost kan de arts nog niets in rekening brengen. Ik hoop dat dat binnenkort wel gaat gebeuren. Maar voor een behandeling wel.
Ook helpt het niet dat ziekenhuizen minimumnormen moeten halen. Ze moeten bepaalde behandelingen een minimum aantal keren per jaar verrichten om deze te mogen blijven doen. Dat is goed voor het vakmanschap, voor de professionaliteit. En want als je een behandeling regelmatig uitvoert, word je er goed in en blijf je er goed in. Maar er kan ook daar een verkeerde productieprikkel van uitgaan. En tot slot ook medische innovaties stimuleren productie. Artsen willen nieuwe wegen inslaan en de investering moet natuurlijk ook terugverdiend worden. Vooral patiënten in hun laatste levensfase klampen zich vaak vast aan elke laatste strohalm. Er is immers nog weinig tijd. Maar als het om een patiënt gaat die in de laatste fase van zijn leven is, moet het doel niet zijn maximale medische inzet. Het doel moet zijn een kwalitatief goed en waardig levenseinde. Bij elke behandeling zou de vraag moeten zijn, wordt nu de patiënt centraal gesteld een reële afweging te maken over de kwaliteit van zijn eigen leven. Ik zou menen dat een specialist een behandelplan zou moeten voorleggen en consultatietijd moet besteden aan de patiënt, de familie, zo mogelijk ruimte te bieden aan de huisarts om met de patiënt nog te overleggen voordat een verantwoorde afweging gemaakt kan worden tot behandeling. En de patiënt zelf is dan vaak bang, onzeker en het kan dan helpen dat je ook enige tijd koopt om echt na te denken, moet alles wat nog kan. De uitkomst van die afweging kan tegen de tijdgeest in ook geen behandeling zijn. Want ondanks alle technologische vooruitgang, ondanks vele nieuwe vindingen die het leven verlengen, hebben we uiteindelijk één troostrijke gedachte. Uiteindelijk zien we de dood toch in de ogen. De grens van de mens. Medisch-technologische ontwikkelingen brengen grenzen in beweging. Tussen genezen en verbeteren, tussen mens en techniek, tussen leven en dood. Dat is prima. Maar één grens zou ik hier mee willen geven, ook voor de filosofen van de universiteit. Die moet altijd gerespecteerd worden. Dat is de grens van de mens zelf. Een patiënt heeft ook recht op niet weten en op niet willen. We kunnen medische innovaties niet loszien van de wereld waarin we leven. Ethische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken moeten mijns inziens altijd meegenomen worden in de ontwikkelingen van innovaties en medische behandelingen. Daarbij spelen een aantal vragen. Hoe zorgen we ervoor dat patiënten volledig gehoord worden en dat hun recht op zelfbeschikking en hun recht op niet weten wordt gerespecteerd? Vinden we dat iedereen onbeperkt recht heeft op nieuwe behandelingen of verbinden we daar ook verplichtingen aan? Denk aan een gezonde levensstijl, nog altijd de beste maatregel om lang te leven. Hoe houden we de zorg betaalbaar? Wetende dat de betaalbaarheid van de zorg onder druk staat. Vorige week meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de zorgkosten in 2013, ik heb het nu alleen even over Nederland, voor het eerst in 15 jaar met minder dan 2% zijn gestegen. De vlag ging uit. Maar het gaat nog steeds over stijgen. Het is niet verminderen. En ik heb gekozen om een mooi verhaal te houden, maar niet heel veel plaatjes te laten zien, maar ik laat er toch twee zien. Kijk naar achter me de ontwikkeling van de zorgkosten in de afgelopen jaren. Vanaf 1972 tot 2012. En u ziet dat wij dus van een niveau gegroeid zijn van zo'n 15, 20 miljard naar nu naar de 90 miljard die we in Nederland uitgeven. En ik zeg het er maar even bij, ik vind het allemaal prachtig. Maar u wil ook goed onderwijs. U wilt ook wegen die in orde zijn. U wilt ook veiligheid. En als we 1 euro hebben en we gaan van die 1 euro steeds meer aan de zorg uitgeven, dan gaat dat dus andere dingen verdringen. En dat dilemma, dat zeg ik dan als politicus, maar niet als partijpoliticus, dat is echt een vraagstuk waar iedereen mee worstelt. En kijken we eens naar de volgende grafiek. De zorgkosten gemiddeld per Nederlander. Dit geloof je eigenlijk niet als je dit ziet. En dan is de ABBZ nog buiten beschouwing. Dit gaat alleen over wat dan heet de cure. Dat betekent dat we dus in de laatste levensjaren eigenlijk 80% van het geld uitgeven. Goed besteed. U zult van mij nooit iets horen over moeten we leeftijdsgrenzen gaan stellen, want het gaat altijd om de individuele mens. Maar we ontkomen niet aan de vraag, wat betalen we dan vanuit een zorgverzekering? Wat gaan we individueel betalen? De total body check, betalen we die uit de basisverzekering of moet die gewoon voor eigen rekening komen?
Vergoeden we Ritalin alleen voor ADHD? Of vergoeden we hem ook voor concentratieproblemen bij de studenten die het zo lastig hebben? En het is, je haalde het onderzoek al aan, Maarten, van het Rathenau Instituut, het rapport Hoe verhoudt het idee van de maakbare gezondheid zich tot de solidaire gezondheidszorg? Als individuele controle en verantwoordelijkheid centraal komen te staan, wordt solidariteit dan voorwaardelijk? Dat wil zeggen afhankelijk van de levensstijl en de genetische aanleg van een ziekte. Door medische innovaties blijven mensen leven met ziektes waaraan ze vroeger doodgingen. Maar ze houden wel beperkingen. We hebben daardoor een grote groep ouderen met meer chronische ziekten die veel zorg nodig hebben. Als we manieren ontwikkelen om nog langer te leven en met 95 met pensioen gaan, dan wordt die groep steeds groter. Hoe voorkomen we dan sociaal isolement? Hoe zorgen we voor een menswaardig levenseinde in de vorm van goede palliatieve zorg met een eigen afweging? Zijn er ook grenzen aan het medisch vakgebied en waar liggen die dan? Waar trekken artsen zelf de grens? Doen ze alles wat evidence-based is, bewezen effectief? Of rekenen ze bepaalde behandeling ook niet meer tot hun terrein, omdat die veel te ver van genezing afstaan? Hoe gaan artsen om met nevenbevindingen die aan het licht komen bij dat diagnostisch onderzoek? De arts ziet iets wat niets met de hulpvraag te maken heeft en staat voor de keuze vertellen of niet. Een actueel thema, want bij personen van 80 jaar en ouder vindt men altijd nevenbevindingen. Er is immers altijd sprake van comorbiditeit. De grote explosie van diagnostiek en dus nevenbevindingen vindt plaats in de laatste 5 jaar van het leven. Artsen hebben nog nauwelijks professionele afspraken gemaakt over hoe zij hier ook zelf mee om willen gaan. Begin mei heeft de Gezondheidsraad hierover een rapport uitgebracht waarin ze een ethisch-juridisch kader schetst. Hierin staat onder meer dat patiënt vooraf aan het diagnostisch onderzoek de gelegenheid moet krijgen een beroep te doen op zijn recht op niet weten. Ik sprak er al over. Maar hoe integreren we medische innovatie in de reguliere zorgprocessen? Nieuwe behandelingen kunnen ouder vervangen. Maar dan zeg ik, ook vanuit de kosten, dan moeten we dat ook gaan doen. Dan moet je zeggen, nieuw in plaats van oud. En de gezondheidszorg in Nederland kent een jarenlange traditie van nieuw, maar oud blijft ook. En dat mogen we ons echt afvragen. En als de patiënt meer zelf gaat meten, kan de dokter dat dan minder of anders gaan doen? Een terechte vraag. Als je zelf data hebt, moet de dokter het dan helemaal opnieuw doen of gelooft hij de gegevens die je overlegt? Hoe voorkomen we, zeg ik maar, dat we alleen maar meer zorg krijgen? Er is een antwoord nodig op de vraag die de Raad voor de Volksgezondheid oproept in haar onderzoek naar de zorg in 2020. Die vraag die ze opriep was: de gereedschapskist blijft maar voller worden met steeds mooiere gereedschappen. Maar we moeten ons eerst eens afvragen hoe we vast gaan stellen wat bewezen zinvol is en aan wie we dat aanbieden. Ook het beantwoorden van deze vragen doet een fors beroep op ons en op ons innovatievermogen. Want innovatie zit niet alleen in nieuwe medische technologie, maar ook in de consequenties hiervan. En niet voor niets richt de Universiteit Twente zich ook op de high-tech human touch. Er is in de technische geneeskunde heel veel mogelijk, maar de vraag is dit ook organisatorisch, economisch, maatschappelijk en ethisch inpasbaar? Is het wat patiënten willen? Dat sommige mensen niet willen, voorzag Aldous Huxley ook al in 1932. Want in zijn Brave New World loopt iedereen rond in die gelukzalige roes van Soma. De kritische buitenstaander in dat boek, Savage, kan er uiteindelijk niet meer tegen en roept: I'm claiming the right to be unhappy. Not to mention the right to grow old and ugly and impotent. The right to have syphilis and cancer. The right to have too little to eat. The right to be lousy. The right to live in constant apprehension of what may happen tomorrow. The right to catch typhoid. The right to be tortured by unspeakable pains of every kind. Willen we eeuwig leven voor de dood? Het blijft een loffelijk streven, dus ik zou zeggen, doorgaan met innoveren
totdat we erbij neervallen. Dankjewel.